Maar we beginnen met een speciale verwendag in Gouda. Op 31 maart jongstleden was er de eerste zogenaamde dakloze dag in Gouda. Tijdens deze dag werden de dak- en thuislozen flink in het zonnetje gezet in de oude bibliotheek aan de Spieringstraat. Ik ben Aart Jongejan. Ik ben straatadvocaat in Gouda. Initiatiefnemer van de eerste dakloze dag voor Midden-Holland. Gouda heeft de regiofunctie voor dak- en thuislozen, het centrum gemeente dak- en thuislozen. Deze dag organiseren we in de week van de zelfregie, vroeger bekend als de week van de psychiatrie. We hebben in het weeshuiscomplex, de oude bibliotheek, een dag waarin veel aandacht voor dak- en thuislozen is, informatie over hun bestaan. Ook een verwendag, kapper, verzorging, visagiste, fotograaf, heerlijke lunch. Allemaal dingen die mensen kunnen krijgen hier. Maar ook informatie over zorgverzekeringen als je dakloos bent. De zorgverzekeringslijn is er. De weggeefwinkel is er. Mensen die werkzaam zijn voor jongeren onder dak. Dak- en thuislozen. Zijn er misschien wel 250 in deze regio. Bert, dan begin ik met jou. Jij bent nog dakloos of ben je dakloos geweest? Ik ben dakloos geweest. En hoe lang? 7 jaar. 7 jaar? Ja. En sinds wanneer niet meer? Sinds januari dit jaar. Oh, wat een geluk zeg. Ja. Ja, nou, door omstandigheden kan iedereen dakloos raken. Maar dat komt er eigenlijk op neer dat je dus op een gegeven moment dus geen huis meer hebt. En waarschijnlijk ook geen een baan meer hebt. Dat ja? Klopt. Ja, dat is bij jou dus waarschijnlijk ook het geval. Bij de meeste dakloze mensen werkt dat zo. En toen kwam je op straat te staan. En ga je dan naar de gemeente toe, een klokje op de deur? Je klopt, voor die tijd klopt de deur, maar op dat moment zeker. En omdat ik geen geschiedenis had bij de GGZ of verslavingsproblematiek, moest ik het zelf maar uitzoeken. Daar kwam het op neer. Dus als je gewoon een net leven geleefd hebt, dan word je niet geholpen? Dan is het lastig om je te helpen, ja. Dan is er geen potje voor. En dan? Dan slaap je buiten, dan zoek je hem eruit. Nou ja, zeg. Dus, maar je hebt toch niet al die jaren buiten geslapen? Je kunt toch bij het leger des Heils terecht? Bij het leger des Heils hebben ze op alles toen, ik weet niet hoe het nu precies zit, maar toen 12 bedden voor de hele regio, waarvan 8 voor mannen en die waren eigenlijk altijd bezet. Dus ik heb zeker 2 jaar constant buiten geslapen. En kreeg je een deken of een slaapzak? De eerste keer dat ik meldde heb ik een dekentje meegekregen. Dat ze meedeed van sorry, we zijn vol, kom morgen maar weer melden. Dan moest je het mee doen. Maar goed, je hebt nu weer gelukkig een dak boven je hoofd. Ik heb nu gelukkig weer een dak boven mijn hoofd, ja. Maar dat is volgens mij wel vreselijk schrikken om op straat te komen staan en dan... Ja, het is heel vervelend. Maar 2 dagen loop je echt als een soort versuft rond en daarna weet je niet beter. Dan, je pas je aan. En was er, kon je... eten krijgen of moest je in de prullenbakken duiken of hoe werkte dat? In het begin wist ik het allemaal niet, dat is het nadeel, want je wordt echt gewoon in de diepe gehoord van kijk maar wat je doet. Maar op een gegeven moment kwam ik bij de steeg terecht, een onderdeel van React, en daar kon je dus gewoon douchen, kreeg je 2 maaltijden per dag, kon je je was draaien en werd je overdag bezig gehouden. Dus dat was er wel, en je moest er zelf even achter komen. En hoe lang heeft dat geduurd voordat je daar achter kwam? Ik ben ruim 2 weken buiten geweest voor ik daar achter kwam. Dus eigenlijk zou de gemeente, als je daar aan de deur klopt, zouden ze je dat moeten vertellen wat de mogelijkheden zijn? Die sturen in eerste instantie door naar het leger zelfs en die zeggen alleen maar van we hebben geen plekje. Dus... Maar goed, je bent nu weer gelukkig onder dak. Ja. En dan kom je hier assisteren op deze dag? Nee, ik heb de jaren als dakloze gelopen. Ik denk, dit is een mooie afsluiting. En daarbij ben ik ook een behoorlijke tijd vrijwilliger bij Stichting De Kring. De laatste tijd wat minder actief, maar dat heeft andere oorzaken. Maar ik ga toch even kijken. Super, nou dankjewel. Ja, Willem. Ja. Ja. Jij bent ook dakloos geweest? Ja. Hoe lang? Een 3/4 jaar ongeveer. Oh, dat is ook uit een jaar. Dus op zich viel dat wel mee. Het eind 2012 raakte ik mijn baan kwijt. Mijn huwelijk was al niet zo goed meer, dus daardoor is ook mijn huwelijk gestrand. En toen liepen de ruzies vrij hoog op dat moment. En toen heb ik zelf de keuze gemaakt om het huis uit te gaan bij mijn vrouw en kinderen vandaan.
En toen ben ik zeg maar thuis weggegaan en ja, ik denk nou, in Gouda zit het leger des heils, daar ga ik me dan wel melden, want dan heb ik in ieder geval voorlopig onderdak. Maar goed, ik kreeg dus daar hetzelfde verhaal als Bert te horen, van we hebben nu geen plek voor je, dus kijk maar wat je doet. En welk jaargetijd was dat? Dat was eind 2012, november, december. Dus, in de koudste periode van het jaar ook nog. En wat heb je meegenomen toen je de deur uitging? De kleding die ik op dat moment aan had. En meer had ik niet bij me, want dan zeg ik, ik ben echt op stel en sprong weggegaan thuis. En dus alles wat ik aan had aan kleding, dat was alles wat ik bij me had. En dan weigert het leger des heils. En dan? Ben je ook bij de gemeente aangeklopt? Nee, ik ben niet in dit geval nog niet bij de gemeente aangeklopt. Bij het leger des heils heb ik Bert op een gegeven moment leren kennen. En die sliep al ergens onder een brug, zeg maar. En die zegt van, joh, je kan wel even bij mij voorlopig logeren. Oh, heerlijk. Oh, super. Dus sindsdien hebben we een hele hechte band en een hele goede vriendschap. Leuk. Super. Dus dat hou je er dan wel aan over. Ja. Ja. Maar goed, dan kun je dus dan even bij hem slapen. Ja. Wat gebeurt er dan allemaal met je? Ja, dat besef je op dat moment eigenlijk niet. Want welke beslissing, of tenminste de beslissing die je toen genomen hebt, welke gevolgen die heeft, dat denk je op dat moment niet over na. Je neemt die beslissing en... Wat zou je dakloze mensen, of mensen die dakloos zouden dreigen te komen, adviseren? Ja, om wel goed na te denken. Maar ja, goed, dat zeg ik, je kan op alle manieren dakloos worden. En de ene, ja, of het dan je eigen schuld is of niet, dat doet denk ik even niet, dat doet er voor de rest niet zo toe. Het feit is dat je gewoon heel slecht geïnformeerd wordt over waar je je dan op dat moment kan melden. Om te kijken hoe je verder kan komen weer. Ja. En het leger des heils, is dat de enige plek hier in de regio als je de andere plaatsen erbij neemt of zijn er nog meer? Zover ik weet was het toen alleen maar Gouda. Misschien dat de regio nu wat uitgebreider is, maar het was toen alleen Gouda. Want ik kwam uit Waddinxveen, dus en daar hebben ze sowieso geen afdeling. Dus ik wist in ieder geval dat ik me in Gouda moest gaan melden, omdat ik wist dat in Gouda het leger des heils zat. Ja. En ik ging er altijd vanuit dat een organisatie was waar je altijd aan kon kloppen en die je dan ook helpen. Ja. En dat is me toen wel tegengevallen, dat je op dat moment gewoon gezegd wordt van ja, we zitten vol nu, we hebben nu geen plek. En dan is het gewoon toedeloe en dan sta je op straat. En is er dan, hebben zij geen adviezen, hè, dan liggen de zeils even, dat je elders even onderdak kunt krijgen in die koude periode? Nee. Tenminste, ze hebben mij toen voor de rest niks geadviseerd van je kan je daar nog gaan melden of je kan eens daar proberen of wat dan ook. Ja, er is niks anders. Hoeveel daklozen schatten jullie dat er in Gouda omgeving zijn? Jeetje, ik zou het echt niet weten. Veel. Maar we hebben veel, veel meer dan dat wij denken. Oh, wat erg zeg. En wat zou de gemeente kunnen doen? Heb je advies voor de gemeente? Want dit is natuurlijk schokkend. Ja, dat is het zeker. Ja, de gemeente zou ik in zoverre adviseren dat ze toch eens moeten gaan kijken of er niet meer opvangmogelijkheden gecreëerd kunnen worden. En natuurlijk hangt er ook wel een kostenplaatje aan, maar volgens mij moet dat toch te realiseren zijn. Goed, en dan word je ziek en dan? Ja, nou heb ik daar gelukkig geen last van gehad. Maar, Albert, en jij bent... Ik heb een hartinfarct gehad en ik... Omdat ik dus jaren geen inkomen gehad heb door de gemeente. Ook niet verzekerd. Dus ik heb een hartinfarct gehad. Een torenhoge schuld van het ziekenhuis. En je komt het ziekenhuis uit en je staat gewoon weer op straat. Dan kijk maar hoe je het doet. Het was Stichting De Kring er. En die hebben mij gelukkig geholpen financieel met in ieder geval mijn medicatie. Dat ik gewoon goed eten had en de medicatie had. Maar verder was je echt op jezelf aangewezen. Ja, dan heb ik toch eigenlijk ook nog best wel een vraag. Hadden jullie geen familie waar je terecht kon? Nee, ik ook niet. Ik had er al een heel lang geen contact met mijn eigen familie. Dus daar klop je dan ook 1, 2, 3 niet aan. Nee. Nou, thuis bij mijn vrouw en kinderen was het ook geen optie, want dan was ik net weggegaan. Ja. Dus ja, dan heb je op dat moment helemaal niemand meer waar je terecht kan. Nee. En Bert, en jij? Ik ook niet. Mijn ouders waren overleden. Ik heb nog een zusje met een gezin, maar dat komt niet meer. Oh, wat triest zeg. Ja. Mag ik jullie danken voor jullie openhartige gesprek. Super. Ja hoor. Niks te danken. Ja.